Bij de viering van de 75 jaar VHP zei de partijvoorzitter, tevens president Chandrika Prasad Santokhi, dat de VHP klaar staat om de regeertermijn te verlengen op 25 mei 2025. Santokhi voerde aan dat bij de komende verkiezingen de mensen die naar de stembus gaan de vraag moeten beantwoorden of zij het bestuur van het land in handen wilt leggen van mensen die niet te vertrouwen zijn, die het land bankroet hebben gemaakt. Het gaat volgens Santokhi om een gewetensvraag. We legden dit voor aan NDP-fractieleider Rabin Permisser, die als volgt hierop reageerde. Ik ben blij dat de voorzitter van de VHP deze issues aankaart. Dan moet hij goed naar zichzelf kijken. Als we die 3 jaren evalueren en naar zijn beleid, dan denk ik dat hij bedoelt dat wij niet op hem moeten stemmen. En waarom zeg ik dat? Er worden allerlei beschuldigingen en noem maar op. Mensen worden gecriminaliseerd zelfs zonder bewijzen. Dat is een enorme willekeur. Ja. In het land nu, het beleid is niet bekend. Mensen die normaal in onze tijd en andere tijden ook kritiek hadden, of ja, hun mening gaven over het beleid, worden nu opgehaald. Ja, toch? En ik kan zoveel meer hebben. De kwestie van presidentiële commissies. Toen wij 1 of 2 commissies hadden, dan moest je ze horen toen ze in de oppositie waren. Nu zijn er, als we ook vragen hoeveel commissies er zijn, onnoembaar. Wat worden ze betaald? Etcetera, etcetera. Daarom blijf ik zeggen, zo'n non-transparante regering hebben we nooit eerder gekend in dit land. En dan kan je over allerlei dingen hebben. Zoveel corrupte gevallen, corruptie. Ik heb een lijst gezien met meer dan 110 gevallen. Heb ik bij anderen niet gezien. Dat is het. Ik beschuldig niet zomaar, ik wijs u op de feiten. Ja, dat. En over het financieel beheer is een van de weinige, of nee, is een van de meest chaotische regeringen. En ik geef u aan, elke voorbeelden moet ik geven, dat zijn tegen. Het begon bij Surfing, Italiaanse regering, enzovoorts, hebben we toch hier gepresenteerd. En eigenlijk verbaast het me. En wat verbaast me? Als de regering al die zaken uitlegt, alle documenten komen toe, dan is er niks aan de hand. Waarom worden ze vastgehouden? Als u ziet dat deze regering zoveel schulden maakt. Broer, of eigenlijk moet ik zeggen, bij je benen. Ja? In 2019 hadden we een schuld van, dacht ik, rond de 20 miljard. Let erop, 2019 hadden we een schuld van 20 miljard. En ik ga u de exacte cijfers geven, toch? Lijkt me beter. Ja. Nee, in 2019 22,5 miljard. En kijk wat ze allemaal aan poeha hebben gemaakt. Deze regering leent en leent en leent, et cetera. In 2020 is dat gegaan naar 46,7. Oké, 2020 is een tot een bepaalde tijd, juni of juli. De eerste helft was NDP, maar in de tweede helft is Santokhi gekomen. Laat me eens nemen, dan wil ik weten welk deel van die 46 miljard slaat op het eerste deel, waar de NDP-regering was, en het tweede deel. Dus dan wordt het veel minder. Maar ik kan geen uitspraak doen, ik zeg statistisch, laten we 50-50 nemen. Als dat niet zo is, dan horen we wel. Dan zou het veel minder zijn. Laten we zeggen dat we, als we halveren, die 2010, dan is het afgerond 30 miljard. Ja, of 35 miljard. En nu komt het. In 2021 had je de regering, Santokhi, werd het 67,8 miljard. Let op hoor. In 2022, 103. En tot en met november 2023, 125 miljard. Dan moet je vasthouden of je niet valt. Wat hebben deze mensen over
financieel beheer, financieel management. Ze hebben ons in schulden gejaagd. Kijkt u ook, luistert u ook naar andere mensen van de VES en noem maar op. Ja? Ik heb deze cijfers uit de publicaties van Bureau Staatsschuld gehaald. Dat zijn niet door mij verzonnen. En de schuld gaat maar toenemen. Ja, toch? En wat is er, wat er nu gebeurt? En dat merk je ook de andere mensen. De regering is nog anderhalf jaar bezig, deze regering. Dan gaat die ons opzadelen met zoveel schulden. Die 125, wat ik u nu zeg, miljard, wordt veel meer. Dat zullen we daar zien. En deze regering betaalt geen schulden. Het neemt toe. Kijkt u naar Oppenheimer. Ja, toch? Ze hadden het erover dat ze een haircut wouden hebben van 30% en 70%. Tussen de 30% en 70%. Welke gek gaat jouw geld lenen? Als je $1000 bijvoorbeeld dollars leent, dan kom ik, nee, ga je 30 van de 1000, dan ga ik je maar 300 geven. Dat is een particuliere instelling. Wie gaat het ooit daarmee akkoord gaan? Of tussen 30 en 70. Laat op 500 houden. Dan halveer je dat. Hallo, hallo. En dan hebben we zulke dure consultants binnengehaald. En tot nu toe heb ik de overeenkomst van die dure consultants niet gehad. Alhoewel wij dat 10 keren vragen. En dan worden de overeenkomsten een principeafspraak. Ik hoop niet dat er de overeenkomst is gekomen. Maar men doet alsof we akkoord zijn. Heb ik keer op keer gevraagd. Wat hebt u met Oppenheimer afgesproken? Wat wordt het? Nooit krijgen we het hier. En uit de pers wordt aangegeven dat we daar alle inkomsten van blok 58 zal eerst naar Oppenheimer gaan, dan gaan ze aftrekken en dan pas naar ons. Dat is heel schandalig. Het is geld van het land. Moet eerst naar ons komen. Stel je voor dat Oppenheimer allerlei irreële kosten daar brengt en noem maar op, en als maar daar op plaats. Wat dan? Zoveel kanttekeningen hebben we daarover. Ja, toch? Dus ik begrijp, als hij zegt dat wij een verantwoorde, een goede regering moeten hebben, dan heeft hij, en ik kan vele meer voorbeelden aanhalen, dan denkt hij dat hij op een nette manier bedankt dat hij niet meer gaat komen. Dat houdt zijn, dat houdt zijn toespraak in. Zo zie ik dat. Nou, maar hij heeft veel meer gezegd. Dat was ook in de verkiezingen in aanloop van 2020 het geval. De koers zou naar 7 gaan. Ja toch? En minder dan 7. Wat voor koers hebben we vandaag? Ja, en zoveel andere zaken. En dan hoorde ik van het podium van voor 2020... Ja, alle leerlingen, bus zal vrij zijn. En u kent al die beloften, ze zijn daarmee gegaan op het veld. De boeren, productiebedrijven, zouden heel veel tegemoetkomingen krijgen. En in Nikeri zou diesel voor de landbouwers met zoveel korting gegeven worden. Als eerste de man komt, de man heavy giving, boeren. Kunstmest, zoveel maal hoger en noem maar op. Ik had toch kunstmest toen binnengehaald voor bijna de helft van de prijs. En ik kan zo doorgaan. Dan heb ik het niet eens over criminaliteit nog gehad. Ja, dan. En ik heb daar nog niet eens over gehad. Al die corrupties die er plaatsvinden. Hè, wat je voor, als je een nep-inschrijving ook houdt. Dat het dan naar de hoogste aanbieder steeds gaat. Waarbij wij als land miljoenen en miljoenen verliezen. En kijkt u waar. Basale medicijnen zijn er niet te vinden. Of heel duur, et cetera. Wat moet ik daarover nog meer zeggen?